Dat jild waard van een middje in de tjerke van Hegebeintum oer lange troch de stichting Praalgraaf Menno van Koehoorn. Het moet de eerste omzet wijzen voor het opknappen van alles dat herinnert aan de adel in tjerken. Dat vond ik dus tegenwichtig, want het betreft de herinneringen aan de adel die hier de tjerken en wennen had. En ja, wat er van oer is, dat moeten we eigenlijk goed zien te conserveren voor de toekomst. Wat voor dingen hebben we dan bijgelijks? Dan hebben we het over de rouwborden. We hebben het over bijzondere grijfstjennen. We hebben het over grijven in het tjerke zelfs. En dat zijn wel de wichtigste dingen. In een grutpad van de Friese tjerken is net volle meer de sjen van de adellijke elementen. En wat er nog oer is, wordt mij de tiert minder. Dus moet er gauw actie ondernomen worden. Het moet gerestaureerd worden, bijschilderen en dat soort van dingen. En misschien dat ik wel grijven. Ik nog wat gerestaureerd worden kennen. Er binnen vroeger binnen nog wat wapens van grijven. In de Franse tijd binnen er uithakt. Ja, dat is fort. Maar wat er is, moet je toch proberen goed te conserveren.